Dit jaar staat het jaarthema van de gemeente Tiel in het teken van wijk en buurt. In een reeks programma's ziet u een aantal voorbeelden van initiatieven die door inwoners van Tiel zelf zijn opgepakt. In deze aflevering nemen we een kijkje bij de Sportdag voor Ouderen. Er waren tal van initiatieven om gezellig met elkaar erop uit te gaan, waarbij beweging centraal stond. Zo verlopen dat in 3 maanden tijd zo'n initiatief opzetten. Veel vraag van de mensen om me heen. Om te zeggen, ik ga het doen. Oh, zo snel al. Maar het is leuk. Ik zet me ervoor in. En ik ga kijken of ik andere mensen in mijn omgeving in beweging kan zetten. De samenhang van de steentjes is dat ik gekeken heb van welke initiatieven zouden we hier nou het beste bij kunnen. Dus ik heb de Marokkaanse gemeenschap gevraagd van hoe kan ik nou ouderen in beweging krijgen. Toen zeiden ze nou met eten. Ik zei nou ga maar staan met eten. Toen hebben we tijdens het jaar van de ouderen was een vraag van kan er iets zijn voor e-bikes. Dus zodoende heb ik iemand gevraagd van kunnen we vandaag hier proefrijden met elektrische fietsen. Hoe kan je bewegen op die Waaldijk en genieten van het uitzicht. Dat initiatief heb ik eerst geprobeerd om bij fondsen, lokale fondsen te werven. Maar nu blijkt dat je dat minstens een half jaar van tevoren moet gaan inwinnen. Toen heb ik een gewillig oor gevonden bij de gemeente. En de gemeente zei, nou, we hebben in het kader van het jaar van de ouderen, maar ook in het burgerinitiatief, willen wij wel garant staan voor als de kosten uit voortvloeien. Nou, die hebben we beperkt en gelukkig ondersteunt de gemeente ons daarin.